gedachten. Nou ja, de een die krijgt een appartement, de ander krijgt. Ja, nee, wij krijgen ook allemaal kleine cadeautjes. Zo kreeg ik van de ambassadeur van de Islamitische Republiek van Iran, kreeg ik dit zakje met pistachenootjes. Maar navraag leert mij, het is alleen gestuurd aan mannelijke kamerleden. Heb jij als kamerlid pistachenootjes gehad van de Iraanse ambassadeur, dat je weet? Nee. Vrouwen hebben het zakje niet ontvangen. Nou, ik vind dat dermate beledigend. Als je het goed vindt, gaan de pistachenootjes om die reden de prullenbak in. Kijk eens, en de medewerker die dat fantastisch krijgt, maar die ook nog in beeld, productie. U kan heel goed de prullenbak vasthouden. Ja, geweldig. Dat is helemaal...